Thomas, jullie zijn geen schim van de ploeg die de periode wist te pakken. Nou ja, klopt. Ja, we hebben het even wat lastig inderdaad. Sowieso hier weet je dat het wel een lastige wedstrijd is. Ook dat je wat jongens mist. Maar ja, klopt. Dat kan je wel vinden. Ja. Dat kan je wel vinden. Je mist een hoop jongens, maar uiteindelijk als je in de basis blijft en je doet wat je kan, dan zou je denken zo'n eerste helft zak je niet door de ondergrens heen. Maar dat gebeurt dan uiteindelijk wel. Ja, ben ik met je eens. Heel onrustig aan de bal. Geen rustpunten. Ja, we waren een beetje bal in paniek aan het wegschieten ook. En, ja, heel matige eerste helft. Tweede helft gaat wel iets beter. Kom je er af en toe nog wel redelijk uit, denk ik, met een countertje. Maar ja, ook niet echt goed uitgespeeld of iets. Dus ja, zonde. Dan hoop je nog wel die 0-0 over de streep te trekken. En dan, ik weet niet of het een terechte penalty was. Maar ja, ik hoorde dat het een beetje makkelijk gegeven was. Dus ja, dan is het nog doodziek ook dat je hier niet 0-0 speelt. Ja, de scheidsrechter wil niet voor de camera komen, dus vul hem dan zelf maar in. Ja, nou, dan weet je het al. Dus dat is heel zuur. Hoe is zo'n wedstrijd voor jou? Want je krijgt geen normale bal. Je bent alleen maar aan het sleuren, aan het verdedigen. Ik zie je veel verdedigende ballen wegkoppen bij corners. Je komt eigenlijk niet in je kracht. Nee, ja klopt. Natuurlijk probeer je een beetje het rustpunt te zijn. Maar ja, als op een gegeven moment achterin zo onder druk staan en een beetje in paniek een bal naar voren schieten. Ja, dan is het ook niet helemaal lekker, weet je, om dan om een bal vast te houden. Dus ja, het was een beetje compenseren allemaal. En heel veel verdedigende taken doen, ja. Dus dat was inderdaad geen lekkere wedstrijd voor mij. Je staat dan voorop als de kapstok en dan ga je er uiteindelijk vanaf. Dan denk ik bij mezelf, waarom? Want dat is het enige wapenfeit wat je hebt. Lange ballen en misschien een keer een goede bal voor kiezen op je hoofd. Ja, weet ik ook niet. Dat beslissen de trainer, dus geen idee. Maar je was niet op of kapot of moe? Of... Nou ja, je hebt wel een paar tikjes gehad. Ook een beetje dikke knie en dinsdag ook 90 minuten gespeeld. Misschien was dat de reden, dus we zien het wel. Voelde je hem aankomen, die wissel? Nee, helemaal niet eigenlijk. Je was er ook niet klaar voor? Nee, ja, maar ja, kijk, het was geloof ik nog 6 minuten of zo. Dus ja, maar dan is het wel heel zuur dat hij ook nog in de laatste minuut valt. Ja. Zure avond. Ja, heel zuur, zeker. Ja, Jim. Houd erbij. Yes.